Nee, nee. Zo. Zo. Emma. Hé, hey, yo. Zo. Mag niet zien. Oh, mag je niet zien? Ik vind het halen. Je ziet niks. Nee, ik zie niks. Laat maar. Laat maar. Ga je het weer mooi maken? Ja. Yeah. Oké. Okay. Sorry. Dat was mijn wenkbrauw en mijn oog. Mijn hele wenkbrauw is ook meegenomen. Gat. Wat? Niks. Hey allemaal, welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Ilse Kramer, dit is Anna. En wij hebben een nieuwe video voor jullie, want wij zijn naar Ponypark Slagharen geweest. Woe! Was leuk? Ja. In deze video heb ik dus wat beelden dat wij in Ponypark Slagharen zijn. Emma had een schoolreisje en ik mocht mee. We waren naar Ponypark Slagharen geweest en daar heb ik natuurlijk... Ook Renny en Rosie. Ja, Renny en Rosie waren er ook. En daar heb ik natuurlijk heel veel dingen gefilmd. Dus hier laten we een paar dingetjes zien. Gewoon wat hoogtepunten van die dag. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. You bought yourself a little freedom. You saved up, yeah, you saved up, so make it last. You got some brand new sneakers. Little darling, lace up and make it fast. They'll try to make you talk, don't get nothing. Ear up against the wall, waiting for judgment. Open your prison door, nobody's watching. Als eerste waar we in waren geweest was het treintje. En dat heb ik natuurlijk ook gevlogd. Hoe dat eraan toe ging, dat ga je nu zien. Hartstikke leuk hoor! Zeker een keer in Slagharen komen! En hoe was de achtbaan? Heel leuk! Nou, dat was dus het treintje. Sorry voor het geschreeuw voor alle mensen met oordopjes en alles in. Ja, het was wel heel grappig. En na het treintje toen gingen we in de zweefmolen. In die hele grote wereldbol. Hartstikke leuk. Die van de eerst. Ja. Ja. Toen had ik dat ook eventjes gevlogd, want ik vond het wel grappig. Ik maak me klaar, jongens! Hey. Helaas mocht ik niet filmen in de Gold Rush. Dat is een nieuwe attractie van Slagharen, dus dat vond ik wel jammer. Daarna waren Emma en ik nog naar een paardenshow geweest. Ja. Alleen dat ging niet zoals gepland, want wij zaten dus in de show, daar bij de paardenshow. En hij was ongeveer al 20 minuten bezig, een kwartiertje ongeveer. Dus wij zaten daar en op een gegeven moment horen wij aan onze rechterkant een brandalarm afgaan. Ik heb die show nog nooit gezien. Emma die gaat heel vaak naar Slagharen, dus heeft het wel vaker gezien. Maar ik dacht van, oh, dat hoort erbij. En meerdere mensen dachten van, oké, het hoort er misschien bij. Want je hoorde het achter de, ja, waar die mensen staan die de show doen, hoorde je het wegkomen. Dus wie weet hadden ze iets nieuws of zo, dat weet je nooit. En toen ging dat eventjes 2 minuten door. En na die 2 minuten gebeurde er dit. Emma, we moeten eruit. Hou maar vast, ja, wat er ook. Wacht even hoor. Emma. Brandalarm af, dat hoor je nog steeds. En nu moet iedereen op een gegeven moment naar buiten toe. Zoals je zag ging het er dus anders aan toe dan gedacht. Want iedereen raakte, nou ja niet iedereen, maar sommige mensen raakten een beetje in paniek. Want op een gegeven moment hoorde je dus de brandalarm nog de hele tijd gaan. Werd de show stilgelegd en moesten wij allemaal woesh naar de deur. Die andere mensen naar die deur en nou ja, alle noodgangen werden gebruikt. Iedereen moest eruit en ook snel. Ja, nou ja, we weten nu nog steeds niet wat het was. Maar het was wel jammer, want we konden de show niet afzien, hè?
Maar ja, daarna waren we gewoon weer het park in geweest. Hebben we ijsje gegeten. En zijn we nog in een andere ronde bootjes geweest. Die in het donker. Ik ben nat. Ja, mijn rug was helemaal nat. Wij zaten dus met z'n tweeën gewoon in de gele ronde bootjes. En ik had mijn camera ook mee. Jij zat op mijn schoot. Emma vond het een heel klein beetje eng, dus zat ze op mijn schoot. Maar toen kwam er dus een waterval aan. Aan twee kanten heb je dat, aan de binnenkant. Dus ik dacht van, joh, ik doe mijn camera even weg, want straks werd die nat. Dus ik de camera zo tussen de benen van Emma. En Emma zat al op mijn schoot. Dus ik zat gewoon zo in die stoel gedrukt eigenlijk. Ja, Emma zat zo. Ik zat met de camera tussen haar handen. En dan gaan we op een gegeven moment door die watervallen. En wat er toen gebeurde, we gingen dus via de rechterkanten zo langs. En daar was al een waterval. Nou ja, kreeg ik al wat sputten zo op mijn rug en zo. Want je gaat gewoon echt dicht aan langs. Maar op een gegeven moment draai je in het midden gewoon nog rond. Gaan we helemaal naar die andere waterval. En die kwam gewoon loodrecht vanaf hier zo achter. Zo woesh over me heen. Ik was zeiknat. Echt waar. Mijn hele rug was zeiknat. En Emma die zat er maar gewoon. Want ik had Emma dus en de camera. Dus ik hun helemaal naar voren duwen. Ja, nou ja, ik kreeg alles over me heen, hè. En jij was niet meer nat. Nee. Nee, ik wel. En dat was echt zo vervelend. Maar het was gelukkig heel mooi weer. Ook een foto bij. Ja, hè? Foto. We hadden nog een foto. Eén foto. Mm-hmm. Maar dit was dus ons dagje in Ponypark Slagharen. Het was hartstikke leuk. Dus wie weet gaan Emma en ik binnenkort nog meer naar attracties toe, hè? Naar attractieparken. Dus dat lijkt ons wel leuk. En dan ga ik dat ook weer vloggen voor jullie. Dus vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan zeker die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!